goedenavond allemaal. We zijn live. Welkom bij het digitale vragenuurtje vanuit de afdeling geboortezorg in het Rijnstaten. Dit vragenuurtje, dit digitale vragenuurtje, is ter vervanging van de voorlichtingszaterdagen die wij eerder organiseerden. Mijn naam is Eline van Dijk, ik ben klinisch verloskundige. En hier bij mij aan de desk heb ik Rodanja Engelhardt staan. Zij is eerstelijns verloskundige bij ons in de regio. En we hebben ook Anne Jansen, dat is obstetrieverpleegkundige bij ons in het Rijnstaten. Gedurende het aankomende uur zullen we voornamelijk jullie vragen gaan beantwoorden. Dus we hopen dat jullie de vragen die jullie hebben stellen. Dit kan via het tabblad dat jullie zien. En dat kan anoniem. Er is een mogelijkheid om je naam en e-mail in te vullen, maar dat hoeft niet. Dus alleen de vraag stellen is voldoende. En die komt dan bij Anne via de desk binnen en die proberen we dan zo goed mogelijk te beantwoorden. Dit vragenuurtje wordt ook opgenomen, zodat er ook een mogelijkheid is om dit vragenuurtje later nog terug te kijken. En dat kan op onze website rijnstaten.nl/bevallen. Op die website staat overigens ook nog andere informatie over bevallen. Daar zijn ook filmpjes terug te kijken. Ons vorige webinar wat we georganiseerd hebben. Een filmpje over pijnbestrijding en een rondleiding over onze verloskamers. Dus leuk als jullie daar ook een kijkje nemen. Voordat we van start gaan, zijn er nog twee poolvragen die we graag aan jullie willen stellen. Zodat wij ook een idee hebben wie er thuis aan het meekijken zijn. Jullie hebben deze vragen als het goed is zelf ook eerder gezien. Dus mogelijk hebben jullie die al ingevuld. Maar voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, is de eerste vraag die we aan jullie willen stellen. Of dit de eerste keer is dat je gaat bevallen. Dus als je die vraag nog niet ingevuld hebt, dan zou het fijn zijn als je dat alsnog zou willen doen. En de code die verschijnt in beeld om de poolvraag in te kunnen vullen. Wij zien eigenlijk al, of hij verschijft net nog. We zien, ik denk dat hij, ja. Hij loopt net nog iets. Het lijkt erop dat de meeste vrouwen die van thuis meekijken, dat die voor het eerst gaan bevallen. En dat, dat kunnen we ons ook goed voorstellen, hè, omdat het voor die mensen toch allemaal nieuw is. De tweede polvraag die wij graag zouden willen stellen om een idee te hebben wie er meekijken, is of je bij de gynaecoloog onder controle bent of bij een verloskundige van de thuispraktijk. Hè. Dus de vraag is, ben je bij de gynaecoloog onder controle? Ja of nee? En dan zien we eigenlijk dat het merendeel van de mensen wat op dit moment thuis meekijkt met ons onder controle is van een eerstelijnse, van de thuispraktijk, van een verloskundige. Dat is leuk om te weten. Hè. Dan kunnen we onze informatie daar ook een beetje op aanpassen. Jullie kunnen, als jullie willen, starten ook met het stellen van vragen. Zodat wij die later kunnen beantwoorden. En dat onze informatie hopelijk zo goed mogelijk aan kan sluiten op jullie behoeften. Voordat we de vragen gaan behandelen, willen Rodanja en ik jullie nog een korte presentatie geven. Waarbij we globaal iets gaan vertellen over hoe een bevalling ongeveer kan lopen. Wat jullie kunnen verwachten, wat je zelf kan doen om de bevalling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. En over eventuele wensen die jullie hebben, waar je wel en geen invloed op uit kan oefenen. Dus wil jij beginnen? Ja, zeker. Dat wil ik. Welkom allemaal. Zoals gezegd ben ik Rodanja, verloskundige in een eerstlijnspraktijk. Wat ik met name jullie wil gaan vertellen over de bevalling, is niet zozeer het proces wat daadwerkelijk in je lijf gaat plaatsvinden. Dus niet zo, ik ga het niet uitgebreid hebben over ontsluiten of over persen. Dat is bewust. We zagen net in de poll ook al dat het merendeel van jullie voor het eerst gaat bevallen. Ongeveer 3/4 nu even uit mijn hoofd. Over het ontsluiten en persen ga je of veel horen van je verloskundige, van de gynaecoloog, mensen hier in het ziekenhuis. Of je gaat een cursus, volg je misschien of ga je volgen. Je zoekt het zelf online. Ook hier op de website van Rijnstaten staat er uitgebreid informatie over welk proces je lijf nou doorgaat als je gaat bevallen.
Dus dat is ons inziens wat makkelijker te vinden. Waar ik het met name met jullie over wil hebben, een kort stukje, is over, ja, laten we zeggen, randvoorwaarden. Dus wat zijn nou voorwaarden om goed die bevalling in te gaan, om mooi door te zetten. En ook de dingen waarbij je zelf over kunt nadenken, hè, waar je eigen mening over kunt vormen of wat belangrijk zou kunnen zijn om te doen. Als eerst wil ik wel heel even kort, voordat dat daadwerkelijk ontsluiten, dus voordat je daadwerkelijk 10 centimeter ontsluiting gaat krijgen, wel even met jullie kijken naar de basiswaarden eigenlijk die we zien, zeker als je van een eerste kindje gaat bevallen. We zien hier eigenlijk op beeld een babytje veelal in hoofdligging, dus op de kop in een zwangere buik. En dan zien we hierbovenin, even kijken of mijn pointer doet. Yes, hierbovenin zie je eigenlijk de baarmoederhals, de baarmoedermond. En onderin, onder het hoofdje van het kindje, zie je dat ook. En je ziet dat dat in beginsel echt een beetje een tuutje, een tuitje is. Dit is ook wat wij voelen als iemand dus niet aan het bevallen is, voel je echt een tuitje. Zeker als je gaat bevallen van een eerste kindje, is het belangrijk dat die baarmoedermond rijp en klaar eigenlijk gemaakt wordt om daadwerkelijk goed en soepel ook open te kunnen gaan tot die 10 centimeter. En dat zie je eigenlijk langzaam aan in die tweede, even kijken, yes, in dat tweede plaatje hier en in het derde plaatje helemaal zie je dat gebeuren. In ons vakjargon noemen we dit het verweken en verstrijken van de baarmoederhals. Dat tuutje eigenlijk wat je ziet, hier nog op het linkerplaatje, wordt helemaal kort. Dus het verdwijnt eigenlijk in de rest van de baarmoederwand. En hij wordt heel zacht, heel week, heel soepel. En je kunt je voorstellen dat als dit proces goed plaatsgevonden heeft en het hoofdje van de baby drukt dan bij iedere wee op dat rechterplaatje, dat makkelijker open te drukken valt als in het linkerplaatje. Zeker als je gaat bevallen van de eerste, als je het voor de eerste keer gaat bevallen, dan is dit een proces, zoals wij dan noemen, is dit de voorbereidende fase. Dit is eigenlijk het eerste werk wat je lijf, wat jij gaat doen, voordat die ontsluiting goed kan beginnen. Ga je bevallen van een tweede of van een volgend kindje? En dan zien we vaak dat verweken en verstrijken een beetje tegelijk gaat met de eerste 2-3 centimeter. Dus dan loopt het een klein beetje anders, maar het moet nog steeds gebeuren, zeg maar, voordat je goed kunt ontsluiten. Als dit goed gebeurd is, dan kom je langzaamaan in dit stuk. Dus dan gaat het, zeker bij een eerste kindje, langzaamaan open. Hè? Van hier een heel klein beetje opening, zie je hier ook onder het hoofdje van de baby, naar uiteindelijk 10 centimeter opening van de baarmoederhals, waardoor het kindje er geheel door past en je dus kunt gaan persen. Wij noemen dit dus de voorbereidende fase. En het is heel belangrijk om je te realiseren dat het soms zo kan zijn dat jij gevoelsmatig dus echt al heel wat weeën hebt gehad. Er een inwendig onderzoek gedaan wordt en er dan nog niet zo heel veel ontsluiting is. Dat zou kunnen voelen als een tegenvaller. Maar dit is dus heel belangrijk. Dit moet eerst gebeuren. En waarschijnlijk heeft je lijf dus al heel veel werk verzet op het moment dat wij de eerste centimeters inwendig onderzoek voelen bij het inwendig onderzoek. Wat tot slot nog goed is om te weten, is wat ook een proces is dat als iemand nog niet aan het bevallen is of beginnend aan het bevallen is, is dat die opening van die baarmoedermond nog helemaal een beetje naar je billen ligt. Dus als wij onze vingers inbrengen voor het inwendig onderzoek, dan moeten we als het ware wat meer naar je billen bewegen om dat openingetje dus te vinden, te zoeken. Naarmate de bevalling vordert, babytje zakt wat, de opening, het wordt zachter, het wordt weker, het wordt plat en het gaat wat verder open, dan zie je dat die opening meer naar voren komt. Dus als we dan de vagina binnenkomen, zit het eigenlijk meteen tegen onze vingers aan. En dat zijn allemaal voorwaarden om die ontsluiting goed te kunnen laten plaatsvinden. Als deze fase gedaan is en je bent dus, laten zeggen, ongeveer hier, zo in dat middelste plaatje, kom je, als je polyklinisch wilt bevallen, als je hier in het ziekenhuis wilt bevallen onder leiding van je praktijkverloskundige, van je huidige verloskundige, zoals we voor veel van de kijkers zagen, kom je ongeveer op de helft, dus bij ongeveer 5 centimeter, kom je met je eigen verloskundige hier naar het ziekenhuis voor die polyklinische bevalling. Ben je onder leiding nu al van de gynaecoloog, van de mensen hier in het ziekenhuis, dan bel je met de verloskamers, daar krijg je de laatste fase het nummer van mee en dan krijg je vaak een verpleegkundige aan de telefoon, leg je de situatie uit en dan zullen zij je vertellen hoe of wat.
Bij je onder leiding van de praktijkverloskundige en is je wens om thuis te bevallen, dan spreekt de desbetreffende verloskundige met je af hoe of wat. Nou, een paar voorwaarden die erg van belang kunnen zijn om dit proces heel goed door te komen. En één daarvan is eten en drinken. Wat we eigenlijk ons algemene advies altijd is om te eten en te drinken naar behoefte. Veel zien we dat vrouwen voor lichte dingen zullen kiezen. Een bouillonnetje, een glas ranja met dus wat suiker erin. Een kop thee, een cracker, een ontbijtkoek. Wat lichtere kleine maaltijden. Het kan heel goed zijn voor een partner, als partners meekijken, kan heel goed zijn voor jou als partner om daarin te bevragen. Hè? Wil je weer wat eten? Wil je wat drinken? Dat kan heel fijn zijn, want zeker in het heet van de strijd vergeet je het soms bijna. Maar het is geen must. Vrouwen die kunnen urenlang hartstikke goed bevallen zonder eten en te drinken. En halen het daarna zeker in. Maar op een gegeven moment komen vrouwen vaak in een fase dat ze niet meer willen eten en drinken. Enerzijds misschien gezien de heftigheid van de weeën. Maar het kan ook heel goed komen omdat we best vaak zien dat vrouwen misselijk worden tijdens de bevalling of gaan overgeven. En je kunt je voorstellen dat je lijf dan niet zo'n zin heeft om wat te eten en te drinken. Dus misselijk zijn en overgeven kan er heel erg bij horen. En zowel thuis als hier in het ziekenhuis, zorg dat je een teltje of een zak of iets bij de hand hebt. Mocht dat ineens opkomen, dat je daarin kunt overgeven. Voor de volgende pak ik dit model er even bij. Om jullie wat uit te leggen over het naar het toilet gaan tijdens de bevalling. Wat we hier eigenlijk zien is een babytje veelal dus op de kop in je bolle buik. En dit is de rugzijde met de bilpartij. Je ziet hier een stukje van de ruggengraat. En wat we eigenlijk hier zien, is het kindje dus op de kop. En is dit blauwe stukje symboliseert het schaambod, jouw schaambeen. Echt het bordje aan de voorzijde in het midden. Hier zo zie je hetgene wat we net op dat eerdere plaatje zagen. Dit is de baarmoederhals. Samen met de vagina. Dus hier brengen wij de vingers in om de ontsluiting te controleren. In samenspraak met jou. En dit is ook de weg die de baby dus naar buiten aflegt als het voldoende open is. Hier tussen, dus tussen die vagina en dat schaambod, hier tussen, en die is in het fantoom leeg, zie je de blaas. Dit is eigenlijk je blaas. En ons absolute advies is om veel naar het toilet te gaan tijdens de bevalling. Om dat te doen als je dat voelt, maar later op in de bevalling, als jouw focus wat minder op die blaas ligt, omdat de weeën dan als heftig ervaren worden, kan dat ook een hele goede zijn voor je partner. Om te zeggen, kom, we gaan even weer proberen te plassen. Heeft er puur mee te maken dat als je die blaas ziet, kun je je voorstellen dat hoe voller die blaas wordt, hoe minder goed het kindje in kan dalen, dus minder goed het kindje naar beneden kan, hoe minder goed het kindje kan drukken op die opening die er al is. En zelfs ervoor kan zorgen dat als die blaas dus vol is, dat je hartstikke hard perst, maar het kindje dus niet zoveel naar beneden komt, omdat die blaas dus letterlijk in de weg zit. Dus plassen is een hele belangrijke. En het kan heel goed zijn om gewoon een paar weeën op toilet op te vangen. Vang de weeën daar op en zorg ondertussen dat je je blaas leeg plast. Voor ontlasting zien we vaak, want je ziet dus hier dus de vagina-ingang. De laatste stukje van de darm zie je eigenlijk erachter liggen. En je ziet eigenlijk al, aangezien het kindje met het hoofdje als het ware langs het bordje moet, dus langs jouw schaambod moet, zie je dat het kindje heel erg drukt op de darm. Dus we zien veel in aanloop naar de bevalling of tijdens de bevalling dat vrouwen nog naar het toilet moeten voor ontlasting. En dat mag, dat kan gewoon en is juist alleen maar heel fijn omdat dat ook in de weg kan zitten voor de geboorte. Dus toilet is een hele belangrijke ook. Daarnaast kan het nog fijn zijn om na te denken over dingen die jij kunt doen, zowel thuis als in het ziekenhuis, wat je fijn lijkt of wat je heel fijn vindt qua sfeer. En dan kun je denken aan licht. Zowel thuis als in het ziekenhuis kan het heel fijn zijn om het licht te dempen. En ook hier in het ziekenhuis kunnen de TL-lichten kunnen uit. Op de verloskamers zijn kleine lampjes, wat meer spotjes om het licht te dempen. Om ervoor te zorgen dat je meer in je bubbel, meer in je eigen wereld bent. Het kan een hele fijne zijn.
Wat goed is om te realiseren is dat we thuis nog wel geregeld kaarslicht zien. En dat mag uiteraard in je eigen huis. Hier in het ziekenhuis is open vuur niet toegestaan. Dus wil je gebruik maken zeg maar, van kaarslicht, zijn er tegenwoordig veel LED-varianten op de markt die je mee zou mogen brengen. Wat we ook veel zien is zogenaamd muziek. Dus je mag gerust een playlist maken of een playlist uitzoeken of muziek uitzoeken waarvan je denkt dat je daarbij goed kunt ontspannen of wat je een fijne achtergrondmuziek vindt. Breng die mee en dan speel je die af via je telefoon of via een klein boxje op een fijn volume. We hebben hier in het ziekenhuis in ieder geval ook twee geurdiffusers met allerlei geurtjes qua oliën. Dus sommige mensen kiezen ervoor, als ze beschikbaar zijn hier op de verloskamers, om zo'n geurdiffuser op de kamer te zetten en die geur van die oliën lekker door die kamer heen te laten gaan. Dat is het denk ik qua sfeer ongeveer wel. En als laatste en misschien bijna wel het belangrijkste, dat is ook de foto die jullie nu in beeld zien. Vinden we het heel belangrijk dat je zoveel mogelijk probeert qua houding. Om veel houdingsverandering toe te passen. Alles om ervoor te zorgen dat je zo comfortabel mogelijk bent. Dat je de weeën goed op kunt vangen. Maar ook omdat het kindje er niet zomaar door past. En wat het ene moment qua weeën opvangen in een bepaalde houding heel fijn voelt. Voelt het volgende moment helemaal niet meer fijn. En dan kan het dus heel goed zijn dat je even moet wisselen. Omdat de kaarten zeg maar anders geschud zijn. Deze mevrouw bijvoorbeeld zie je. Die kwam met haar praktijkverloskundige het ziekenhuis binnen. En is in de eerste fase van de bevalling. Eerste stukje van de bevalling dat ze hier was. Is in bad gegaan aan deze positie. Zeker in dit soort houdingen zie je dat je als partner vaak ook veel kunt doen. Hè, door het masseren van die rug bijvoorbeeld. Wat later op in de bevalling, toen zij het echt heel pittig kreeg. Is dit bijvoorbeeld een mooi om eigenlijk hangend aan haar man de weeën op te vangen. En zo zijn er tal. Hè. Je kunt op je zij liggen in bed. Het bed kan in allerlei standjes. Je kunt op een bal. Je kunt in een bevalbad. Dat hebben we onder straks nog onder de douche. Dus je kunt van alles proberen en dat is zeker ons advies. Eén, omdat we weten dat als je veel houdingsverandering toepast, de bevalling daardoor wat korter duurt. Anderzijds, omdat als jij een houding aanneemt waar je op dat moment gevoelsmatig gewoon het fijnst in bent, je veel controle zeg maar, over je bevalling voelt en dat als prettig wordt ervaren. Ja, en aansluitend daarop, hè, denk ik dat we ook nog kunnen noemen inderdaad, hè, de warmte van een bad of van een douche. Hè, dat kan ook soms ontspannend nog werken. Ja, zeker. Dus dat is ook denk ik iets om mee te nemen. Ja. Wat goed kan helpen om te ontspannen. Ja, zeker. We kunnen het misschien straks ook nog wel even laten zien, denk ik. Ja. Ja. Dus dat kan heel fijn, zijn. We ervaren ook dat als vrouwen veel wisselen met houding, dat partners zich daar heel fijn bij voelen. Dat zij echt kunnen bijdragen. En ook als jij medisch bent, nu al, en onder leiding bent bij de gynaecoloog, omdat je hier in het ziekenhuis medisch gaat bevallen, of als je tijdens de bevalling medisch wordt, kan er nog steeds veel qua houding. Dus ook bijvoorbeeld als jij een ruggenprik krijgt, kun je nog steeds, in principe ben je dan op bed, maar kun je nog steeds het bed bijvoorbeeld in de zittende houding doen. Of kun je nog steeds op je zij liggen met een kussen tussen je knieën. Dus er is heel veel mogelijk. Tot zover de eerste adviezen, denk ik. Ja. Ja, dan wil ik het graag overnemen van Rodanya. We hebben net gezien dat de meeste mensen die thuis meekijken, dat die onder controle zijn van de eigen verloskundige. Het kan zijn dat je tijdens de bevalling nog overgedragen wordt naar ons. En er zitten ook vrouwen te kijken die al vanaf het begin bij de gynaecoloog onder controle zijn. En eigenlijk wat het anders maakt als je bij de gynaecoloog onder controle komt, is dat we tijdens de bevalling dan graag een hartfilmpje ook aan willen sluiten. Zodat we de baby eigenlijk wat beter in de gaten kunnen houden. En we hebben hier even een CTG neergezet, zodat jullie ook even kunnen zien hoe dat dan eruit ziet. Anne, zou jij even willen laten zien
Dus wat er eigenlijk gebeurt dan, is dat we aansluiten aan een hartfilmpje. Dan krijgen we, doen we twee banden. Dit zijn de twee banden die we dan om je buik doen. En dan worden er twee knoppen op je buik geplaatst. Waarbij eigenlijk één knop op die manier gaat dat dan. Waarbij één knop eigenlijk de weeënregistratie aangeeft. En waarbij we met de andere knop eigenlijk de harttonen van de baby goed in de gaten kunnen houden. Zoals jullie zien is dit een draadloos CTG. Wij gebruiken hier op de verloskamers een draadloos CTG. Zodat je ook met dat CTG de mogelijkheid hebt om te bewegen en de ruimte eigenlijk te hebben. Met dit CTG kan je ook in bad en zou je ook kunnen douchen. We kunnen ervoor kiezen om het scherm uit te doen en het geluid uit te zetten. Hè, zodat je zo min mogelijk gestoord wordt. En zodat je ook eigenlijk in je eigen bubbel kan blijven waar Rodanya het ook al over had. Wij kunnen op onze post en in andere kamers hebben wij de mogelijkheid om continu eigenlijk alle hartfilmpjes goed in de gaten te houden. Dus dat is iets waar jullie niet op hoeven te letten. Dat is iets wat wij in de gaten houden. En zodra er iets met dat hartfilmpje is, dan komen we vanzelf bij jullie op de kamer binnen. Maar goed, dat maakt het dus anders als je medisch bevalt bij de gynaecoloog. En wat Rodanya ook al zei, is dat er eigenlijk ook als je in het ziekenhuis bevalt, onder leiding van de gynaecoloog, heel erg veel mogelijk is eigenlijk nog qua wensen. En het kan helpen om een geboorteplan of een bevalplan te maken. En zo'n plan is eigenlijk een reflectie van je wensen en je behoeften en eventuele verwachtingen die je hebt bij de bevalling. Het is eigenlijk, denk ik, vooral als een communicatiemiddel heel fijn als je dat hebt. Zodat wie er ook bij jouw bevalling aanwezig is, dat die op de hoogte is van wat jij fijn zou vinden of wat je misschien liever niet wil. Zodat we daar hopelijk rekening mee kunnen houden en zo goed mogelijk kunnen kijken of we in jouw wensen of behoeften tegemoet kunnen komen. Ook ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kan ontspannen en dat we de sfeer voor jou ook zo fijn mogelijk houden. Dus we hebben ook op verloskamers hebben we een bevalbad waar je eventueel in kan bevallen. Daar kunnen we ook even een filmpje van laten zien. Alle 11 nieuwe verloskamers hebben een eigen badkamer met douche, toilet en bad. 3 verloskamers hebben zelfs een bevalbad. In bad bevallen kan rust en ontspanning geven. In dit bevalbad hebben we randen en steunplekken waar je je voeten tegenaan kunt zetten om de weeën op te vangen. Het licht kan een rustgevend effect geven. Oh ja, en wil je ontspannen muziek luisteren? Dan kan je die zelf meenemen. Ja, dus zo hebben jullie een beetje een indruk ook hoe een verloskamer eruit ziet en wat de mogelijkheden zijn met zo'n bad. We hebben op alle kamers douchen, waarbij je ook eventueel onder de douche kan tijdens de bevalling. En zoals Rodanya ook al zei, als er pijnbestrijding mogelijk mocht zijn, dan kunnen we ook kijken wat voor mogelijkheden er nog zijn in beweging. Dus dat zijn allemaal dingen die je eventueel in zo'n bevalplan zou kunnen noteren. Wat goed is om te weten is dat zo'n bevalplan helaas geen garantie geeft over hoe je bevalling gaat lopen. Iedere bevalling loopt anders. Het kan ook op ieder moment anders een andere route weer nemen. Dus het is ook goed om van tevoren de verschillende scenario's te bedenken. En om ook binnen die scenario's dan te kijken wat jullie wensen zijn. Wat je graag wel zou willen. En kan het dus ook handig zijn om dat met elkaar te bespreken. Zodat als je als barende niet meer in staat bent om die wensen te bespreken, dat je partner dat dan eventueel zou kunnen doen. Zodat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt. En dat we met elkaar kunnen kijken hoe we het beste in die behoeften tegemoet kunnen komen. Zodat we dat een beetje samen kunnen doen. Weet dus dat er binnen de medische grens een heleboel mogelijk is. Zodra we eigenlijk de harttonen van de baby, dat is voor ons belangrijk. Als je bij ons in het ziekenhuis bij de gynaecoloog komt bevallen, dat we die in ieder geval goed in beeld hebben. Maar binnen die grens is er heel veel mogelijk. En het is fijn als je je inleest in de verschillende scenario's. Zodat je weet welke mogelijkheden er wel en niet zijn. Weet dus ook dat je niet op alles invloed hebt. Dus we kunnen die sfeer zo goed mogelijk maken. Dat zijn allemaal dingen waar we zelf invloed op hebben. Maar er zijn ook een aantal dingen waar we geen invloed op hebben. En dan is het eigenlijk ook fijn als je dat ook zo goed mogelijk kan laten gebeuren. Omdat ook die ontspanning dat kan denk ik helpen om je bevallingsverslag of je bevalling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Ik denk dat dat een beetje is wat ik met jullie wilde bespreken. Ik ben eigenlijk benieuwd of er al vragen dan ook binnengekomen zijn. Er zijn echt superveel vragen binnengekomen. Echt, ja, geweldig. Die eerste vraag die al wel wat vaker voorkomt is: hoeveel personen mogen bij je bevalling aanwezig zijn? Mogen deze mensen zich ook afwisselen? Nou, dan mag bij de bevalling naast je partner nog één iemand extra aanwezig zijn. Dus verder op de verloskamers niet nog meer. Verder op de afdeling geboortezorg, daar hanteren we naast de partner en eventuele al kinderen die er al zijn van het gezin, mogen er in totaal 4 mensen per dag langskomen. En die 4 die moeten dan in groepjes van 2 zich afwisselen. Ja, wat daar aanvulling denk ik nog mooi om te noemen is, is dat eigenlijk we op de verloskamers ook zoveel mogelijk rust graag willen hebben. Dus dat eigenlijk de reden is dat we naast een partner één ander iemand welkom is. Omdat we niet te veel in- en uitloop willen over de gangen en geluidsoverlast. Dus het idee is eigenlijk om eigenlijk de verloskamers zo rustig mogelijk te houden. Om een fijne en rustige sfeer eigenlijk voor de barende te creëren. Mm-hmm. Nog een andere mooie vraag is: hoe vaak wordt er vaginaal gecontroleerd op de ontsluiting tijdens een bevalling? Nou, kunnen jullie denk ik goed beantwoorden. Ja, het allerbelangrijkste is dat je daar zelf een natuurlijke baas in bent. Dus we doen het eigenlijk altijd in samenspraak met jou. En dus het is goed om van tevoren daar zelf ook over na te denken van wat zijn mijn ideeën of wat zijn mijn gedachten daarover. Dus altijd in samenspraak met jou, afhankelijk van een eventuele medische indicatie, dus het eventueel dat er mogelijkerwijs met jou of de baby wat aan de hand is of lijkt, kan het zijn natuurlijk wel dat wij voorstellen, dat wij een inwendig onderzoek voorstellen. Ja. En nou, logischerwijs zullen we dat uitvoeren als je daar toestemming voor geeft. Ja. En dan is er nog een mooie vraag of de kamers privé zijn of dat er gedeelde kamers zijn op de afdeling geboortezorg. Nou, toevallig hebben we Gemma staan op een gezinsgerichte zorgkamer. En daar gaan we nu live naartoe. Hoi, ik ben Gemma Alvaro Munoz. Ik ben neonatologie verpleegkundige op de afdeling geboortezorg. En ik wil jullie even een kijkje geven over onze kamers, hoe ze eruit zien en waar je dan terecht komt. Ik draai even de camera om. Dan kunnen jullie alvast zien waar ik ben. Dit is onze gezinskamer. Op deze gezinskamer kunnen jullie als gezin verblijven. Er is plek voor je partner, voor jou als kraamvrouw en voor je baby. Alle faciliteiten zijn eigenlijk voor jezelf. Hier is eigenlijk dan een commode met alles wat je nodig hebt voor je baby. Je hebt je eigen badkamer en sanitair. Waar je gewoon samen gebruik van maakt. dus je kunt hier als gezin gewoon samen verblijven. Je hoeft niet uit elkaar gehaald te worden. Ook niet als je mij nodig hebt. Dat wil zeggen als het net iets minder gaat. Als dat het verwacht is met je kindje. Dan heb ik hier ook achter in deze kast wat spullen staan om jullie kindje mee te helpen. De kamers zijn eigenlijk allemaal identiek. Ik zal nog eventjes terugdraaien. De kamers zijn eigenlijk identiek. Soms zijn ze gespiegeld. Maar de opzet is hetzelfde. We hebben één andere soort kamer waar ik jullie kindje, als dat nodig zou zijn, wat ik natuurlijk niet hoop, nog meer hulp kan geven. Die zal ik jullie nu even laten zien. We moeten even een klein stukje over de gang. Deze kamer staat ook eigenlijk altijd klaar. Mocht het zo zijn dat het nodig is, dan kunnen we deze kamer gewoon direct gebruiken. Zoals je kan zien is de kamer eigenlijk niet anders. Het enige verschil is wat extra apparatuur. En dat betekent dus niet dat je kindje ergens anders heen gaat als het hulp nodig heeft, maar dat jullie gewoon altijd als gezinnetje bij elkaar kunnen blijven. Ongeacht de zorg die je kindje nodig heeft. Dus ik denk dat we wel weer terug kunnen naar jullie. Nou, Gemma, hartstikke bedankt voor dit antwoord.
Nou, er zijn in de tussentijd nog meer vragen binnengekomen. Heel fijn, daar zijn we heel blij mee. Ja, zeker. Ja, dus... Het wordt een beetje zoeken. Maar wat neem je zelf mee naar het ziekenhuis bij een medische indicatie? Maar ook, ik denk dat die vraag ook is voor als je polyklinisch gaat bevallen. Want ik denk dat het niet heel veel verschillend is. Wat je sowieso meeneemt is een maxicosi. Altijd heel erg handig. Lekker zittende kleding voor bij de bevalling. Twee kledingsetjes voor de baby. Dat is altijd handig om een extra setje erbij te hebben. Schone kleding voor na de bevalling. Een spoelflesje of een bidon of een flesje water met zo'n tuitje eraan. Om bij het plassen te kunnen gaan spoelen. Grote onderbroeken of de onderbroeken van je partner. Die zijn vaak wel wat groter dus die, en wat ruimer. Zitten heel fijn. Lippenbalsem, dextro. Ja, ik denk dat we al aardig wat hebben. Zeker. Zit de tas al vol, hè? Ja. Neem vooral geen luiers mee. Dat hebben wij allemaal. En voeding, eventueel als u kunstvoeding geeft, dat hebben we ook gewoon allemaal op de afdeling. Dus dat hoeft echt allemaal niet mee. Kraamverband hoeft ook niet mee als aanvulling. Ja. En als jullie kleintje kunstvoeding gaat krijgen, is dat ook hier in het ziekenhuis aanwezig. Ja. Dus die hoef je ook niet mee te brengen. Wat ik ook vaak nog noem, wat veel gebruikt wordt in ieder geval. Je hebt ongetwijfeld misschien iets van sokken mee. Maar neem hele dikke sokken mee. Mooie, lekkere, wollen, geitenwolle sokken. We zien vaak dat als je aan het bevallen bent, dat alle focus op je lichaam ligt, dus op je buik ligt. En dat vrouwen heel vaak aangeven dat ze hele koude voeten hebben. Dus dikke sokken is een goeie. Mooie aanvulling. Ja. Nog een vraag is, hoe lang mag je in het ziekenhuis blijven na een bevalling zonder complicaties? Nou, in principe als alles verder goed gaat dan, en je kan plassen, douchen en alle controles van de baby zijn goed. Ja, dan ga je ongeveer 3 uurtjes na de bevalling naar huis, als je je goed voelt. En als er wel een mogelijke complicatie is, dan ga je vanuit de verloskamers naar de gezinsgerichte zorgkamers. En vaak ga je ook nog, qua tijdstip maakt het vaak niet zoveel uit. Hè? Of je overdag of 's nachts. Vaak komt er als je naar huis gaat ook nog thuis kraamzorg. Een opstartzorg geven. Hè? Dus die komen dan vaak nog een paar uurtjes bij jullie thuis langs. Om nog wat controles te doen en wat informatie te geven. Hè? Dus dat maakt niet zoveel uit wanneer je bevalt, welk tijdstip. In principe kan je, als alles gewoon goed gaat, een paar uur na je bevalling zou je weer naar huis mogen. Ja. En ben je nou polyklinisch, dus onder leiding van je eigen verloskundige bevallen, dan spreekt zij het met je af. Maar ben je medisch van tevoren of medisch geworden en ben je inmiddels bevallen, dan bellen de verpleegkundigen ons als jullie naar huis gaan met het kleintje. Dan komt dus de kraamzorg voor de opstartzorg. En je eigen verloskundige komt bijna altijd dan de dag erna ook voor het eerst ook op visite. Om te horen hoe de bevalling gegaan is en om te horen hoe het er lichamelijk voor staat. Ja. Zijn jullie bekend met de kortring? Jazeker. Yes. Dat is een klein dun ringetje voor om de navelstreng. Eerder was het altijd zo'n grote klemmetje. Leste klem, ja. Dat ringetje hebben ze in de eerste lijn. Maar ook binnen Rijnstaten hebben die. Dus daar zijn we bekend mee. En die hebben we. Even kijken. Welke vragen hebben we nog meer? Kan je met het CTG in bad? Ja, met het CTG kan je ook in bad. Hij is draadloos en je mag ermee in bad en je kan er ook mee douchen. Dus die mogelijkheid die is er. Ja. Ja, zeker. En een vraag die heel erg speelt, want die komt echt meerdere keren al voor. Stel, mijn verloskundige belt Rijnstaten en het zit vol. Komt dat wel eens voor en wat gebeurt er dan? Ja, dat is een goede vraag. Helaas is dat, op dit moment komt dat wel eens voor. Dat betekent dat we je dan door moeten verwijzen naar een ander ziekenhuis. En dat is eigenlijk iets wat landelijk voorkomt. En dat heeft eigenlijk te maken met een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Uiteraard doen wij alleen een volmelding, hè, als dat echt niet anders kan, als wij geen andere mogelijkheid hebben.
Want het is voor ons wel belangrijk dat we goede zorg kunnen leveren. Hè? En als wij natuurlijk onze handen allemaal vol hebben en heel druk zijn, ja, dan kan het zijn dat we geen aandacht voor je hebben. En dat willen we uiteraard voorkomen. Dus dan zou het kunnen zijn dat je uit moet wijken naar een ander ziekenhuis. En dat spreken we dan onderling met andere ziekenhuizen ook af. Hè? Maar in principe hopen we dat zo min mogelijk te doen. Ja. Wat soms ook nog gaat, als wij dus bellen om met je naar het ziekenhuis te komen en we kunnen niet direct hier terecht, ligt het er ook een beetje aan op welk punt je in de bevalling bent. Soms bespreken we bijvoorbeeld ook met verpleegkundigen van, goh, en als deze mevrouw dan nog een uurtje, als wij nu thuis blijven en we wachten nog eens een uurtje, verwachten jullie dan dat er misschien wel een plekje is? Want dan wachten we liever thuis en komen we dus gewoon iets later richting ziekenhuis. Ja. Soms moet er nog een verloskamer schoongemaakt worden, hè? Maar we hebben daar al wel zicht op. En dan kunnen we aangeven dat het mogelijk een uurtje duurt, bijvoorbeeld, hè? Voordat die kamer schoon is en je dan er wel in zou kunnen. Dus dat is zeker ook een mogelijkheid. En wat ik denk ook nog een... Sorry. Dat is ook meteen zo, mocht je graag in een bad willen bevallen en die is bezet. Mm-hmm. Die vraag die kwam namelijk ook een aantal keer. Dat is ook zo, dan kan het soms zijn dat we zeggen van over een uur is die verloskamer wel vrij en dan kan je daarheen. Ja. Of je komt eerst in een andere kamer en dan kunnen we alsnog gaan verschuiven. Dus... En wat misschien nog handig is om te noemen is dat wij op alle 11 verloskamers een bad hebben waar je in zou kunnen. Maar niet alle kamers hebben een bad waar je ook daadwerkelijk in kan bevallen. Hè? Want dat is een wat groter bad waarbij we wat meer ruimte hebben. Dus die zijn niet op alle verloskamers aanwezig. Maar in principe voor de ontsluiting kan je eigenlijk op alle verloskamers heb je de mogelijkheid om in bad te gaan. En we zagen ook een vraag voorbij komen, hè, of dat dan eventueel ook nadelige gevolgen voor de baby heeft om in bad te gaan tijdens de bevalling. En eigenlijk de enige die ik kan bedenken is dat als je vliezen heel erg lang gebroken zijn en je bent nog heel erg in het beginstukje van je bevalling, of we twijfelen nog een beetje of het echt de bevalling is die goed door gaat zetten, dan kan het zijn dat we het advies geven om nog heel eventjes te wachten met in bad gaan. Omdat dat eventueel de kans op een infectie zou kunnen vergroten. Hè, maar als je gewoon echt aan het bevallen bent en echt meer ontsluiting aan het maken bent, dan zijn er eigenlijk geen nadelige gevolgen van in bad gaan. Hè. Dus dan kan dat gewoon. Zeker. Ja, en ik wilde net nog toevoegen over de eventuele volmelding. Dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat als wij vanuit huis bellen met een spoedsituatie, hè, dat er echt wat aan de hand is, dan is er altijd plek. Dus dan kunnen we altijd komen. Dat is een mooie aanvulling. Wat zijn de eigen kosten bij de bevalling in het ziekenhuis? Ja, wat ik daarover kan noemen is dat als je bij de gynaecoloog onder controle bent, dan wordt dat vergoed door je zorgverzekering. Dus dan zitten er geen extra kosten aan bevallen in het ziekenhuis. Maar als je met je eigen verloskundige polyklinisch bevalt, dan kan het zijn dat daar wel kosten aan verbonden zijn. Ja, het ligt aan je verzekering, dus het is goed om je polis daar op na te lezen. Mocht het zo zijn dat je een polis hebt waarbij je dus een eigen bijdrage moet doen voor een bevalling op eigen wens hier in het ziekenhuis onder leiding van mij of een van mijn collega's in Arnhem en omgeving, dan uit mijn hoofd ligt het om en nabij de €400 wat je dan zelf moet betalen. Mm-hmm. En stel je wordt ingeleid, is een badbevalling dan nog mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Dat is een beetje de vraag wat de reden is dat je ingeleid wordt. De meeste vrouwen kunnen sowieso dus tijdens de ontsluiting in bad. Maar of ook echt de baby geboren kan worden in bad. Er zijn een aantal medische indicaties, een aantal gevallen waarbij wij het niet verstandig vinden dat je in bad bevalt. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je bij de eerste bevalling heel erg veel bloed verloren bent. Om dat als voorbeeld te geven, dan kan het zijn dat we liever de baby niet in bad geboren laten worden. Dus dan kan je wel voor de ontsluiting in bad. Maar omdat we in bad wat minder goed dat bloedverlies in kunnen schatten. Dus dat kan bijvoorbeeld een reden zijn om te zeggen dat we niet willen dat de baby ook daadwerkelijk in bad geboren gaat worden. En zo zijn er nog een aantal andere medische indicaties te noemen waarbij we liever niet hebben dat de baby in bad geboren wordt. Maar mocht jij de wens hebben, dan bespreek dat zeker met je eigen verloskundige of bespreek dat bij ons op de poli. Want dan kunnen we kijken wat op jou van toepassing is en welke mogelijkheden er voor jou dan ook zijn. Laten jullie de placenta standaard uitkloppen? Leuke vraag. De navelstreng. In principe doen we dat tegenwoordig eigenlijk standaard. We zien het eigenlijk volop in de geboortewensplannen terug. Maar het is eigenlijk de normaal, zeg maar, geworden. Dat het kindje bij jou komt, bij jou op de buik komt. Je kunt het zelf vaak ook heel goed voelen.
Bij latentje geregeld ook voelen. Je kunt heel mooi de hartslag van het kindje nog in de navelstreng voelen kloppen. Je ziet in eerste instantie ook nog echt veel bloed daarin zitten. Een beetje paarsblauwe verkleuring. En op een gegeven moment zie je dat die leger wordt, dat die dunner wordt, witter wordt. En dan voel je die pulsaties, die hartslag van het kindje, voel je dan niet meer in de navelstreng. Mm-hmm. En als jij en het kindje het dus goed maken, dan wachten we totdat dat klaar is. En dan zullen we voorbereiden om de navelstreng door te knippen. Maar dat doen wij meestal dus niet. Mm-hmm. Maar doen in principe de partners. Ja, de partners, heel af en toe een moeder zelf. Ik heel uitzonderlijk. Niet jij vaak. Niet? Nee. Soms als het medisch gezien, hè, dus als de baby wat extra opvang, hè, wat extra zorg nodig heeft, ja, dan kan het zijn dat we de navelstreng niet uit kunnen laten kloppen. Hè, dus dat we toch eerder af moeten navelen. Maar we streven ernaar, als het kan, om de baby uiteraard zo lang mogelijk bij moeder te laten. En ook om die navelstreng gewoon uit te laten kloppen. Ja. En er komt nog steeds een vraag vaak terug over het bad. Met name over als het dan echt heel erg vol zit, qua de kamers vol zijn. Mm-hmm. Of dan toch nog een eigen bad meegenomen mag worden. Die vraag die komt steeds terug. Mm-hmm. Dat mag niet volgens mij. Nee, in mijn beleving ook niet. En dat heeft met veiligheidswegen te maken. Dat we qua ruimte zeg maar, op de gemiddelde verloskamers, dat het een heel flink bad is waar heel veel liter water in gaat. En dat het met qua veiligheid, zeg maar, qua ruimte, dan niet past. Ja. Ik zag ook nog een vraag wel voorbij komen over een yogabal en over een baarkruk. En dat is misschien een mooie om door te pakken, is dat we ook hier inderdaad op de verloskamers een bevalkruk hebben. En we hebben ook inderdaad een bal die gebruikt kan worden. Ik weet niet of jullie hebben denk ik ook allemaal een baarkruk mee, hè? Wij hebben allemaal, verloskundigen hebben in principe ook een kruk. En de bal hebben zwangeren veel al zelf en die mag wel mee. Ja. Dus als je je eigen bal mee wil nemen, mag dat zeker. Ja. Ja, dus die mogelijkheden zijn er wel. Ja. Ja. En wat we ook nog wel geregeld zien is dat vrouwen een zogenaamd TENS-apparaat meenemen. Dat is een apparaat of zelf aangeschaft of via de verzekering, of verloskundigen lenen hem soms uit of verhuren hem aan je. Wat ook een pijnstillend effect zou kunnen hebben. 4 plakkers als het ware die je op een bepaalde manier op je rug plakt. Met een apparaatje eraan wat er een beetje uitziet als een soort ouderwetse mobiele telefoon. En waar allerlei standjes op zitten om als het ware je zenuwbaan een beetje af te leiden van de weeënpijn. Het is een soort van stroomstootjes. Kleine stroomstootjes, ja, beveiligd uiteraard. Maar, ja. Dus die wordt ook best wel veel gebruikt en mag je dus zeker meebrengen als je die hebt. Ja. Mm-hmm. Er was ook een vraag over op welke locaties van Rijnstaat je kan bevallen. Mm-hmm. Er is maar 1 plek binnen Rijnstaat en dat is het hoofdgebouw in Arnhem-Noord. Dus de andere locaties, daar moet je niet zijn als je in de weeën zit. Nee. Even kijken. Er zijn veel Fijn vragen, jullie, dezelfde soort vragen ook. Maar we komen gelukkig heel veel vragen binnen. Daar zijn we heel blij mee. Allemaal over het bad, hè? We hebben heel veel vragen over het bad. Hopelijk zijn die zo goed mogelijk beantwoord nu. Er zijn Koortering ook gehad. Ja. Wat misschien, als jullie nou nog een mooie vraag zoeken, kijken welke we nog niet hebben gehad. Wat misschien over die badbevalling nog wel mooi is, wat ik in ieder geval als praktijkverloskundige veel tegenkom, zeker als vraag van partners, is dat in de basis, als het kindje onder water geboren wordt, het niet acuut nodig is om het kindje boven water te tillen. Dus afhankelijk van hoe dat allerlaatste stukje van die bevalling gaat, blijft het kindje vaak de eerste seconden, en soms wel langer, onder water. Dat kan goed in samenspraak met de dokter, met de dienstdoende verloskundige of arts, of met je eigen verloskundige. En het heeft er puur mee te maken dat zolang die navelstreng dus nog klopt, zolang die placenta het kindje nog van bloed en dus zuurstof voorziet, het kindje geen neiging heeft om adem te gaan halen. En pas op het moment dat dit stukje hier van de hals, zeg maar, van het kindje boven water komt, krijgt het kindje de prikkel om adem te halen. Dus zeker bij partners is mijn ervaring dat die soms nog wel eens denken, kindje boven water, dat hoeft dus niet. En het levert, als je dat graag wil, vaak hele mooie plaatjes op.
waar parkeer ik mijn auto als ik naar het ziekenhuis kom? Nou, bij de spoedeisende hulp. Als je voor de bevalling komt, dan rij je tot aan de slagboom en daar geef je door dat je voor de spoedeisende hulp komt. Daar parkeer je de auto en daar ja, kan je met de lift naar boven, kom je bij de spoedeisende hulp binnen. En vanuit de spoedeisende hulp ga je om de lift, dan zie je de brug. Er staan ook bordjes, denk ik. Ja, er staan ook bordjes, afdeling geboortezorg en verloskamers. Maar dat is de brug, als je de brug ziet, het is aan de andere kant van de brug. En daar ga je eigenlijk een beetje tussendoor. En bij de klapdeuren, daar bel je aan. En dan, ja, dan zal de verpleegkundige of de verloskundige de deuren voor je openmaken. We hebben ook een filmpje. Er is ook op onze site, rijnstaten.nl/bevallen, is er ook een filmpje wat je kan bekijken. Wat ook ja, eigenlijk vanaf die spoedeisende hulp helemaal naar de verloskamers toe leidt. Dus dan ja, kan je zelf ook eventjes met eigen ogen digitaal zien hoe de route dan zal zijn als je via die spoedeisende hulp binnenkomt naar de verloskamers toe. Ja. En er was ook nog een vraag over mondkapjesgebruik. Moet je tijdens de bevalling een mondkapje voor? Nee, dat hoeft niet. Als barende hoeft dat niet. Op dit moment is het wel zo dat wij als personeel nog, of in ieder geval de klinisch verloskundige, de arts, de gynaecoloog en verpleegkundige nog mondkapjes dragen als we dichtbij komen, zeg maar. Maar jullie hoeven zelf geen mondkapje op. Nog als toevoeging over de rit, zeg maar, spoedeisende hulp. Wat ons advies, zeker in deze fase, dus mochten de hoogzwangeren nu kijken, wat voor ons als praktijkverloskundige heel fijn is, is als de allerlaatste weken de auto altijd goed getankt is. Dat zien we nog wel eens, dat we dan toch wat sneller weg moeten dan nodig en dat de aanstaande partner in de reserve rijdt. En als het echt koud gaat worden, dat je autoruit ijsvrij blijft. Dus dat zijn nog details als we wat sneller deze kant op moeten. Nou, wat goed is om even over na te denken. Ja. En er is een vraag over de lactatiekundige. Dat ze hier aanwezig zijn en komen zij dan direct helpen na de bevalling. Zo gauw als je wat langer op de afdeling bent, dan alle verpleegkundigen, laten we dat eerst zeggen, kunnen helpen bij de borstvoeding. En als je wat langer op de afdeling bent, dan kunnen we een consult voor de lactatiekundige vragen. En dan komen ze langs om een voeding mee te kijken en om je extra informatie te geven. En er is zelfs een mogelijkheid voor mensen die medisch bevallen om voorafgaand al een gesprek met de lactatiekundige aan te vragen. Dus dat... Dat is er zeker. Ja. Ja, en stel dat je toch vrij vlot naar huis mag na de bevalling. Hè, en het stel dat het toch niet zo voorspoedig mocht lopen met die borstvoeding. Dan is er thuis ook altijd een mogelijkheid om contact op te nemen met een lactatiekundige. Die eventueel ook bij je thuis langs kan komen. Ja, dus zowel eigenlijk denk ik in het ziekenhuis als in de thuispraktijk is er een mogelijkheid om een lactatiekundige mee te laten kijken als dat nodig mocht zijn. Ja, ja. Zeker. De vraag wordt heel veel gesteld naar welke ziekenhuizen er wordt uitgeweken als Rijnstaten vol is. Ja, dat zijn de ziekenhuizen in de regio. Ja. We proberen natuurlijk altijd zo dichtbij mogelijk van waar je woont te kijken wat de mogelijkheden zijn. In principe hetgene wat we het meest horen als verloskundigen van de buurtpraktijken, als het echt niet anders gaat, is dat we uitwijken naar Ede. Naar Doetinchem of naar Nijmegen, naar het CWZ. Ja. Dat zijn een beetje de drie ziekenhuizen waar we, als het echt niet anders kan, naartoe gaan. Ja. Nou, het zijn er heel wat. Er was dan ook nog eentje, een hele mooie vraag over mocht je corona positief zijn, hoe je dan verzorgd wordt en of je dan überhaupt wel zorg gaat krijgen. Mm-hmm. Jazeker, dan krijg je ook zorg. En dan word je geïsoleerd verpleegd. Dus je ligt dan op een kamer en daar blijf je ook. En de verpleegkundige die voor je zorgt en de verloskundige en de arts, die zullen in de isolatie maatregelen toepassen om voor jullie te zorgen. Dus je kan je zeker ook hier bevallen. Dat is vaak ook met het sluiskamer, hè? Dus dat er ook een stukje tussen zit. Ja, zodat we toch verspreiding verder zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dus daar hebben we in het ziekenhuis hebben we op de verloskamer speciale kamers voor of maatregelen voor. Waar we jou dan proberen te plaatsen, als dat het geval mocht zijn. Ja.
geldt in principe ook voor thuis. Dus als je wenst om thuis te bevallen en ben je niet heel erg ziek van de COVID-besmetting, beval je dus in principe ook gewoon thuis. En dan zal dus de verloskundige van dienst en de kraamverzorgster zullen wat voorzorgsmaatregelen nemen. Maar beval je dus ook gewoon zonder extra maatregelen. Ja. Ja. Als de baby geboren is, wanneer wordt de baby dan gewogen, gemeten? Nou, in principe blijft de baby sowieso het eerste uur lekker huid op huid liggen als alles goed gaat met moeder en met kind. En dan, ja, meestal na een uur gaan we de controles doen bij de baby. Maar overal, ja, maken we er een beetje een maatwerk van wat mensen zelf, wat jullie zelf willen natuurlijk. Maar we hebben het vooral over die golden hour. Dat echt dat uur huid op huid, dat is heel belangrijk. En ja, dat stimuleren we. Ja. Zeker. We hebben ook nog, ik weet niet of we daar nog even naar terug kunnen. Het kindje wat net geboren is, ben ik dan heel lastig? Ja, deze. Dit kindje is nog maar heel vers van die dame die jullie eerder zagen in het bad. Nog maar geboren. Kort daarna was moeder wel zover om te douchen en zo. En besloot vader het kindje aan te kleden. Dus dit is inderdaad na dat eerste uur. Als partner dat wil en dat is allemaal mogelijk, ja. Dan gaat het vaak dus zo. Ja, en soms is het ook nog zo dat we dat partners ook de mogelijkheid krijgen om eventueel een t-shirt uit te doen en de baby ook nog bloot, warm bij hun te houden. Als ze die wens mochten hebben. Hè. Dus op zich is er geen haast met wegen of meten. En dat is ook juist heel mooi in het moment dat moeder gaat douchen bijvoorbeeld, dat lekker de baby bij partner kan liggen. Ja, zeker. Ja. En als een kindje, als we verwachten dat een kindje wat kleiner of wat groter is, dan is het vaak dat we na een uur fijn vinden om de baby heel even op de weegschaal te hebben. Omdat dat uit kan maken of we nog extra onderzoek en extra suikercontrole bij de baby moeten doen of niet. Dus het is een beetje afhankelijk van de situatie. Maar in principe streven we ernaar om de baby lekker zo lang mogelijk bij jullie te houden. Die eerste uren. Ja. Dan zie je ook dat veel baby's, juist als ze dat eerste uur bij moeder liggen en je hebt dus de intentie om borstvoeding te geven, je gaat borstvoeding geven, dat het kindje dan vanzelf ook vaak gaat zoeken naar de borst, omdat het vaak toch bij jou ligt. Dus je ziet dan vanzelf vaak dat dat mondje wat gaat happen en dat tongetje naar buiten komt. En dat is dan vaak voor ons en de verpleegkundige een teken om, als je dat wil, dat we je helpen, dat we je wat helpen om het kindje voor de eerste keer aan te leggen. Ja. Ja. Mag je nog uit bed bij gebruik van remifentanil? Goeie vraag. Ja. Nee, dat mag eigenlijk niet meer. Eigenlijk zowel met de ruggenprik als met de remifentanil is eigenlijk het advies om niet uit bed te komen. Omdat we niet zeker weten of je goed op je benen kan staan. Dus voor de veiligheid eigenlijk is dat niet verstandig. Waar we het eerder over hadden, heb je wel de mogelijkheid in bed om te draaien en om verschillende houdingen uit te proberen. Ook met remifentanil. De remifentanil die stoppen we vaak op het moment dat je gaat persen. En de remifentanil werkt vaak heel snel en is gelukkig ook vrij vlot uitgewerkt. Hè. Dus als we de remifentanil een tijdje stoppen, dan zou het kunnen zijn dat je eventueel wel weer uit bed mag. Maar in principe, zolang je pijnbestrijding hebt, de ruggenprik of de remifentanil, vinden wij het niet veilig om uit bed te komen. Maar... Is de rug een onnatuurlijke houding om te bevallen vanwege het stuitje wat omhoog wijst? Onnatuurlijk. Nou, zwaartekracht is altijd goed. Ja. Dat is altijd goed. Maar je weet niet altijd, wat Eline straks ook, je weet natuurlijk niet altijd hoe een bevalling loopt. Dus vandaar het advies om veel uit te proberen. En er zijn echt heus heel wat vrouwen die uiteindelijk het kindje eruit persen op hun rug. Dus dat het kindje er geboren wordt op de rug. Maar alsof jij dat helemaal niet prettig vindt of wij zien dat het kindje niet vlot verder zakt. Dus dat er geen vordering is. Dan mag jij dat aangeven of wij zullen dat aangeven. En dan kijken we altijd naar opties om dan toch nog te draaien. Ja, zeker. Ja. Met welke pijnbestrijding mag je blijven lopen, bewegen en in bad of onder de douche gaan? Ja, en dat is dus eigenlijk dus de tens die we noemden, daar kan je, die Rodanya noemde, daar kan je eventueel wel mee rond blijven lopen. Maar dat is eigenlijk ook de enige pijnbestrijding die ik kan noemen verder waarmee je nog rond zou kunnen lopen.
Je kan niet in bad, denk ik. Het is vaak of-of, zeg maar. En mijn persoonlijke ervaring is dat het bad voor de ene dame dus werkt. De ene dame zweert bij de tens. Die wil hem echt niet meer loslaten, zeg maar. Terwijl de andere vrouw van tevoren, die misschien wel bedacht had in bad te willen bevallen. Terwijl iemand anders na een uur denkt, oh nee, dit is niet mijn ding. En ik haal hem eraf en ik ga onder de douche zitten. Dus dat is echt een kwestie van proberen. En wordt bij pijnbestrijding de bevalling medisch en blijft de eigen verloskundige er dan bij? Ja, dat is ook een goede vraag. In principe is het zo dat als je een ruggenprik of remifentanyl zou willen, dat is een medische indicatie. Dus dan zou je verloskundige van de thuispraktijk de bevalling overdragen aan ons. Omdat we dan eigenlijk ook met het hartfilmpje willen kijken hoe de baby het maakt. Hoe de baby eigenlijk reageert op die medicatie. Het bad en de warmte en met de tens is dat geen reden om dat over te nemen. Dus dan zou eigenlijk ook je eigen verloskundige de bevalling af kunnen maken daarmee. Ja. Ik krijg heel veel vragen over of lachgas mogelijke pijnbestrijding is binnen Rijnstaten. Nee, nog niet. Daar zijn we hard mee aan het werk. Maar is er voor de dames die nu gaan bevallen nog niet? Nee. Ik denk echt wel veel vragen beantwoord, denk ik. Komt er nog één binnen? Die bekijken we nog even. Op zich qua tijd. We hebben misschien nog tijd voor één vraag. Moet ik eten meenemen voor mijn partner? Op de vloskamers mag de partner gewoon mee eten. Op de afdeling geboortezorg, daar kan de partner tegen betaling ook mee eten. Dus in principe hoeft dat niet, tenzij je zelf iets hebt wat je heel graag wil hebben. Neem dat vooral mee. Ja, de mogelijkheid is er om iets mee te nemen, maar het hoeft niet. We hebben een koelkast waar je eventueel spullen in zou kunnen leggen als je die wens heel erg hebt. Maar het hoeft niet. Nee. Dat is hem, denk ik, hè? Kan ik zelf een pijnbestrijding vragen, is nog een vraag. Dat is misschien de laatste die goed is om mee af te ronden. Want dat mag altijd. Hè? Dus dat is echt aan jou. Dat is ook niet iets wat wij heel actief aan zullen bieden aan jou. Dus als je de wens hebt voor pijnbestrijding, geef het aan. Dan kunnen we dat met je bespreken. En op dat moment ook kijken wat de beste optie van pijnbestrijding is. We hebben ook op onze website, rijnstaten.nl/bevallen, daar staat ook een heel uitgebreid filmpje met wat extra informatie over de verschillende mogelijkheden van pijnbestrijding. Dus mocht je toch nog vragen over die pijnbestrijding hebben die nog niet goed genoeg beantwoord zijn voor jullie, dan kan het mogelijk handig zijn om ook dat filmpje nog te bekijken. Of anders tijdens de zwangerschapscontroles, hè, zo bij de verloskundige of bij ons, je vragen daarover nog te stellen. Dan kunnen we daar nog wat uitgebreider op ingaan. Denk dat we zo. Heb je nog iets? Of? Nee, meer gewoon. Er zijn ook een aantal vragen die echt heel erg persoonlijk van aard zijn. En daar raden we aan om met je eigen gynaecoloog een gesprek mee aan te gaan om deze vragen goed te beantwoorden. Ja, dan kunnen we persoonlijk kijken hoe we in jullie behoeften tegemoet kunnen komen. Ik denk dat dit hem was, hè, jongens. Ja, waren best wat. We zijn wel aan het einde gekomen. Ja, precies. Ja, dank voor jullie input, voor de vragen die jullie gesteld hebben. Hopelijk hebben jullie wat handvatten, wat ideeën gekregen over wat jullie zelf eventueel zouden kunnen doen bij de bevalling en hoe zo'n bevalling ongeveer loopt. En dat alle wensen eigenlijk te bespreken zijn. Ik denk dat dat... Dat de dingen zijn die we vanavond besproken hebben. Over ontspannen, over sfeer, over wensen, over voorbereiding, over positieve communicatie hebben we het gehad. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk jullie vragen te beantwoorden. We hebben rondleiding gegeven over een geboorte of een gezinskamer waar je kan verblijven na de bevalling of tijdens de zwangerschap. Zoals ik al genoemd heb, meer informatie is terug te vinden op onze site, mocht je dat nog willen. En er verschijnt dadelijk ook in beeld een QR-code. Waarmee jullie een korte evaluatie in zouden kunnen vullen. Dat zouden we heel fijn vinden als jullie dat zouden willen doen. Zodat we, mochten er nog andere vragenuurtjes komen, dat we die eventueel kunnen verbeteren en nog beter aan zouden kunnen laten sluiten op jullie behoeften. Dus dat zou heel fijn zijn. Jullie dank. Hartstikke bedankt dat jullie er waren.
En nou ja, we wensen jullie thuis natuurlijk allemaal een hele voorspoedige zwangerschap en bevalling verder toe. En wie weet, tot ziens. Tot ziens, bedankt.